die ruimte en die ruimte weergeven, snap je, in het beeld. Dus de restruimte, dat heb je in schilderijen duidelijker, maar het beeld heb je dat helemaal. Hè? De restruimtes zijn misschien nog wel belangrijker. Dat is altijd bijvoorbeeld, is als je portret gaat boetseren, gaan meeste mensen een oog maken. Maar ze snappen niet dat het oog bijna altijd gelijk is. Gewoon, het is de vorm, de karaktervorm eromheen. Die, hoe je je benen, hoe dit. Dat maakt hoe een oog kijkt. Gewoon. Dus dat is een voorbeeld dat de vormkracht meer zegt als dan het letterlijk vertalen. Hè? Van oog of mond. Of, dus het is gewoon even een andere manier van kijken. We hebben hier olieverf. Dit is gebrande omber. Dit is ultramarijn blauw. Mag ook bijvoorbeeld pruisjesblauw of phthalo blue of monestrio blue. Dat is een wat brandendiger groener blauw. Maar dit is dus ultramarijn blauw. En titaanwit. Dan gaat het in deze les hebben over toonwaarden. En dan heel basaal over licht en donker. Nou is er iets heel leuks. Ik pak gebrande omber. Ik neem ook wat ultramarijn blauw met mijn paletmesje. Die ga ik even mengen. Dan heb je daar een grote snedemaat van. 36,7 is de major. 22,8 is de minor. Dan is het mooi. Ja, het gebeurt bij mij al ongemerkt, maar het zit er allemaal in. Dit is 22,8. Dit is 22,8. En dit is 36,7. Dus ik heb nu een verhouding getal van deze afstand naar deze afstand naar deze afstand. Die maten in een lengtemaat kan vinden. Dan gebruik ik die. Snap je? Ook al moet ik mijn beeld soms een beetje deformeren. Okay. Ga ik liever uit van dat de maat goed is, als dan dat het allemaal willekeurig is. Want ik weet gewoon dat die getallen met elkaar, en dat is ook als je in de tuin loopt, het is allemaal onbewust hoor, maar als je door die tuin loopt en je loopt echt in die geometrie, dan ervaar je een soort harmonie. En het beeld van Lisbeth bijvoorbeeld, is helemaal opgebouwd uit driehoeken. Het is een driehoek zo, het is een driehoek zo. Die zijn in verhouding tot elkaar. Mathematisch is de hoek van de benen en de hoek van deze, zijn dus een minor en een major verhaal. En er zit dus een hele wetenschap achter. Kijk, de vulde snede, dat is dus een gegeven, 1,618. Ja? Dat is de deelsom van de minor, van het kleine en het grote. Als je dat enkel toepast, dan word je star. Snap je? De kunst is, als je het weet, als je die kennis verwerkt, om ermee te spelen. Ja? Dus dat je gewoon een gevoel krijgt van, hey, hoe kan ik hiermee omgaan? Dat is in de architectuur ook. Dus ik heb de hele herstructuur gedaan van de Worgbeeldersen. Daar zie je het eerste ontwerp.
Dit is uit die vele ontwerpen, is dit een beeldje geworden. Krijgt een verband met horizontale ruimtes. Dit is dan weer een stadium verder, waar ik dus meer op de uitwerking van de vorm ga letten. Je ziet wel alles steeds, die kleine details, daar ben ik eigenlijk het meest lange mee bezig. Dus dat het verschuiven van de vorm, dat het echt als een soort adem en een wind werkt in die ruimte. Dat is gewoon beeldhouwen. Beeldhouwen heeft iets met ruimte te maken. Hè? Dat je zo'n goed beeld is, dat je in de verte ziet dat het nog een gebaar maakt en niet dat het een ding wordt. Kennis die dragen zij over hè, van generaties beeldhouwers. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Want je kan het allemaal niet in één leven uitzoeken. Het is heel belangrijk dat je begrijpt waarom Despiot daar zijn hele leven op die manier mee bezig is geweest. En hoe jij daar weer verder op kan borduren. Het is net zoals in de wetenschap. Je gaat niet zomaar naar... Mensen moeten nu allemaal authentiek zijn. Maar dat is onzin. Want eigenlijk is het... Een vervolg altijd op elkaar. Je doet het niet alleen. Je bent een deel van een geheel. Hè? Gewoon. Het ego is helemaal niet zo belangrijk. Waar sta jij zelf met je werk in die ontwikkeling? Nou ja, ik heb weer een kleine stap kunnen maken met dat compositieverhaal. En in de Borg Wildersum heeft het echt met architectuur, met horizontale en hoe dat zweeft en ruimt. Ik heb de sokkel losgelaten, dus de vorm losgemaakt, dat het ook van onder een vorm heeft. Dat hebben we weer aan de abstracte beeldhouwers, zoals Lipschitz, eigenlijk de half figuratief, non-figuratief. Die zijn veel meer met vormonderzoek bezig geweest. Ik had op een gegeven moment ging ik abstracte beelden maken. Na de academie. Maar ik wilde toch met de mens bezig blijven. Dat doe je ermee. Vooral dans en mens. Dat vond ik heel spannend. En ook hoe je zo'n ondervorm helemaal kan laten werken als zwevend. Ik ga liefde en sensualiteit weergeven. Deze tuin die dient voor een soort ontspanning en liefde, iets mooi vinden. Je offert iets op aan het tijdloze.